Hallo allemaal. Nou, ik hoop dat het lukt. Ik wil toch even een filmpje maken van een kaartje. Dat heb ik weer gevonden op YouTube. Ik kijk veel op, zoals iedereen, YouTube, Pinterest. Allemaal hele leuke ideeën kom je daar tegen. En ik heb hier namelijk nog een heleboel materiaal. En het is overgebleven van de watervalkaart. Nou, aangezien ik dus toch iedere week een workshop hier moet doen, moet ik er steeds wat verzinnen. En wat een beetje leuk is en betaalbaar. Dus steeds kijk ik in mijn plaatjes die ik overhoud, papier wat ik overhoud, kan ik daar dus nog een beetje een leuke workshop mee doen. Dat je sowieso een flink aantal pakketjes kunt maken. Nou, ik denk dat ik er aardig in geslaagd ben. En nou, zoals jullie zien ligt hier al het nodige. En ik heb alles al zover voorbereid dat ik achter elkaar bezig kan zijn. En nou, ik ga de maten maar doorgeven van het kaartje. Het is niet zo'n groot kaartje. Het is een modelletje wat dus op een gegeven moment zo uitkomt. Wat we al vaker maken. Maar als hij opgevouwen is en je wil hem opsturen, dan is de totale maat, even kijken, 12 bij 12 centimeter. Dus een leuk modelletje. Goed, we beginnen met, ik heb hier genomen cardstock in een bruinige kleur. Maar dat maakt niet uit. Je kan natuurlijk ook je kleuren aanpassen aan het papier wat je gebruikt. En je snijdt dus een kaartje van 20 centimeter breed bij 12 centimeter hoog. Dan nemen we een tweede kaartje. Die is 18 centimeter breed en 10 centimeter hoog. Dan hebben we nog een derde kaartje. Nou, je ziet het wel, dat wordt een soort envelopje. En dat is een strookje van 15 centimeter bij 2,5. Nou, deze kun je al gelijk, als je hem gesneden hebt, dubbelvouwen en apart leggen. Zoals je ziet komt er dus een lintje aan. Ik heb al de binnenkant en de buitenkant het lintje alvast erop gezet. Dus je hebt een stukje lint nodig van ongeveer 25 centimeter. Dan gaan we dus deze even apart leggen. Zo. Dan krijgen we, ik leg het even hier, dan krijgen we dus een designvelletje, één keer, van 11,5 bij 11,5 centimeter. Dan krijgen we twee keer hetzelfde papier. Het is effen, maar het is uit een designblok. Het is een beetje licht roze van kleur. Twee keer een stukje van ook weer 11 centimeter hoog en 3 centimeter breed. Die komt hier. Ik ga het maar meteen opplakken. Ondertussen zal ik de maten nog even herhalen. We hebben een kaartje van 20 bij 12. Dat gaan we rillen. Dat kaartje gaan we rillen. Even kijken, heb ik opgeschreven? Ja, op 4 en op 8 centimeter. Dus op 4... en op 8 centimeter. Dan krijg je, als je hem dicht doet, krijg je dit idee. Dus je hebt, hij is niet in het midden gerild. 4 en 8 centimeter. Nou, op het grote gedeelte plak je dus een stukje designpapier van 11,5 bij 11,5 centimeter. Ik heb wel de randjes met inkt bewerkt, want het is licht papier en dan komt het net iets beter uit. Gewoon met bruine inkt. En ik geloof dat ik nu gebruikt heb de Vintage Photo. Maar ik gebruik ook wel eens de Walnut Stain of de Gathered Twix. Dat is ook een mooi kleurtje. Goed, dan hebben we hier nu twee designstukjes. Van 11 centimeter, 11,5 centimeter hoog. En 3,5 centimeter breed, want die stukjes zijn 4 centimeter. Deze eraf. Zo.
Nou, dan hebben we er nog eentje. Ook weer van 11,5 hoog en 3,5 breed. Kijk, als je dan meteen twee stukjes omvouwt, is het dan makkelijker om het eraf te halen. Zo. Deze zit en die zit. Goed. Nou, hier komt dus nog een keer designpapier op met een motiefje. En dat is dit stukje. En dat is, dat was 11,5. Dus dit is 11 bij 11. En dat doe je één keer. 11 bij 11 centimeter. Zit er een patroontje, moet je even kijken dat je het patroontje de goede kant op houdt. Ook hier ben ik weer met bruine inkt langs gegaan. Zo, even alles eraf. Ik werk dit keer even met tape, omdat ik het dan allemaal kan voorbereiden. Je kunt natuurlijk ook met lijm doen. Goed, nou dan krijgen we hier op die twee zijflapjes ook nog twee stukjes van 11 centimeter hoog en 3 centimeter breed. Dus 11 bij 3 centimeter. Dan gaan we even opplakken. Zo. En die komt hier. Ook weer opletten als je een patroontje hebt dat het de goede kant uit gaat. Dit is het tweede stukje van 11 bij 3 centimeter. Nou, hij wil niet zoals ik wil. Ja, hij moet. Ik ben de baas. Even kijken, dat gaat hier. Zo. Nou, de basis is even klaar. Dus die kunnen we wegleggen. Dan beginnen we met het tweede kaartje. Let op, dit kaartje komt dus straks zo op de voorkaart. Dus dit grote gedeelte wat je hier hebt, dat komt dus nu aan de linkerkant. Dat je niet dus straks op gaat plakken en dat het zo zit. Nee, zo. Dus we leggen hem weg. Dit is de bovenkant. Hier komt op één stukje designpapier. Dus er zit geen mat onder. En dat is een stukje designpapier van één keer. Even kijken wat het lineaal. 9,5 bij 9,5 centimeter. En dat gaat dus op deze kaart. Oh, ik vergeet te vertellen dat je dit moet rillen. Dit is dus het kaartje van 18 bij 10 centimeter. En dat kaartje ga je rillen op 10 en op 14 centimeter. Dus op 10 centimeter en op 14 centimeter. Als je dat dus zo doet, dan ligt hij gelijk goed. En hier komt dus het andere designpapier op. Je hebt in totaal 4 verschillende stukjes designpapier nodig. 4 soorten. Want ik heb in de beschrijving, het effen designpapier is bij mij A. Dit wat hierop zit is designpapier B. Dit is C. En op het laatste komt er nog een klein stukje en dat is D. Dus misschien makkelijk als je van tevoren 4 stukjes bij elkaar gaat zoeken. Als je deze kaart wil maken. Wat bij elkaar past. En dan kijk je of je het allemaal daaruit kan snijden. Zo. Dus dit is ook weer een stukje van 9,5 hoog bij 3,5. Want deze zijflapjes waren 4. Omdat hier geen mat onder zit. Die zijn dus net zo breed als van de basiskaart. Zo. En dan hebben we nog een stukje. Ook weer van 9,5 hoog en 3,5 breed. Nou zaten hier dus flamingo's op dat papier. Dan heb ik dus van de restanten het zo uitgekiend dat op dit flapje die flamingo nog zichtbaar is. Goed, nou dat is ook klaar. Nou, in kunnen we dus deze twee kaarten op elkaar gaan plakken.
Wanneer je nou je kaart recht plat neerlegt en je kijkt of het geheel in het midden zit, dan doe je aan deze kant dus tape en aan deze kant tape. Dat gaan we dus nu doen. Even kijken, aan die kant tape. Aan deze kant tape. Nou, jullie horen wel de bel, de deurbel. Het is donderdag, marktdag. Dan komen er dus mensen binnen. En die mogen bij mij naar het toilet, want er is nog niets open hier. Dat gaat pas later open. Maar ik ga gewoon door met mijn filmpje. Want de heren weten het. Dus dan komt het helemaal goed. Goed, dan hebben we hier aan deze kant ook nog tape nodig. En dan doe ik vast één stukje. En ik doe dus vlak daarnaast nog een stukje. Dat ik zeker weet dat ik binnen die vouwlijn blijf. Dus de tape wat hierop komt, dat heeft dus... Ik heb de scoretape van 6 mm. Nou, ik doe hem dus op de hoek, zoals je ziet. En ongeveer op een 2 centimeter verderop doe ik de tweede. Je kan natuurlijk ook eerst aftekenen als je dat leuk vindt, maar ik doe het op deze manier. Ik haal die er alvast af en ik haal deze eraf. En dan leg ik dus mijn kaart zo op alle kanten een beetje in het midden. Kijk, nou zit die vast. En dan krijg je dus al het model. Zie je wel? Nou, dan kan ik die andere stukjes losmaken. Het is wel even een gepruts. Maar dat gaat wel. Zo. En deze aan de buitenkant. Daarom had ik eerst de binnenste beschermlaagjes eraf gehaald. Goed, nou. Dit is de basiskaart. Zo moet die worden. En nou komt er dus nog iets leuks op. Dat is een envelopje. Dat is dat kleine envelopje met het lintje. Kijk. We hebben hier dus het stukje van 15 bij 7,5. Dat ril je dus op de helft, op je foute dubbel. Daar heb ik twee stukjes designpapier voor gesneden van C. Van 2x7 bij 7. En die gaan in de binnenkant van het kaartje. Vandaar dat dus het stukje lint al vast zit, ook met een stukje tape. En even kijken, dat gaat hierop. Zo. Dat is één kant. Oh, ik pak het verkeerd. Nee, het is het goede stukje. Het is het goede stukje. Zo. Nou, kijk. Dat is één. Dan gaat er aan deze kant ook een stukje op. Kijk, en heb je nou bijvoorbeeld een lang stukje designpapier wat je gebruikt om het in tweeën te snijden of knippen, dan laat je het patroontje een beetje leuk doorlopen. Zo. En dan leggen we deze dus hier aan de binnenkant. Nou, even kijken. Deze nog even losmaken. Dat is het envelopje. En dat envelopje, dat gaan we op de voorkant plakken. Eerst even een beetje opruimen. Dat komt dus hierop. Met het strikje maken we het dicht. En daar heb ik dus dat designpapier D, zoals ik het noem, voor gebruikt. Dat is een klein stukje ook van 7x7. Dan heb ik aan drie kanten tape gedaan. Dus de bovenkant blijft open. Want er komt nog een label in. Dat vond ik op zich wel leuk. Er staat ook een tekst op. Zo. Nou, dat zit aan de bovenkant. En dat zit hier. Ik heb een labeltje gemaakt met een label van Crayolis.
Met stempeltekst erop, zomaar iets van harte, fijne verjaardag. Kijk, en die schuif ik tussen het designpapier en het karton in. Nou, dit komt dus op de voorkant. Daar plak ik wel rondom even tape. Dat het goed blijft zitten. En dat is het fijne met het scoretape. Als het zit, dan zit het. Nou, ik kan... Nee, ik doe niet rondom. Ik doe wel gewoon 3 stukjes. Dan blijft het ook zitten. Ik strijk altijd mijn tape even goed aan. Dan pakt die lijmlaag ook goed op de ondergrond. Nee, mijn mesje. En ik ben een beetje verkouden, zoals jullie horen. Het is ook van het rare weer. Maar zoals het spreekwoord zegt, voor je een jongetje wordt, ben je weer beter. Goed, dan gaan we hem op het midden van het voorkantje zetten. Dan doen we het strikje dicht. Dus het is een klein stukje. Het is even een priegeltje. Ja. Zo. Zo, nou, het kaartje erin. En dan is hij bijna klaar. Verder heb ik dus nog voor de versiering een bloemetje gestanst en een paar blaadjes. Die blaadjes, zal ik even laten zien, dat zijn er uit de set van Marianne Design, deze. Dus het open blaadje en een dicht blaadje. En ik meen dat ze passen bij de grote bloem. Nou ja, die staan, die grote bloem, dat, ik weet niet precies wat het voor een bloem is. Het is een heel mooi hartje. En dan is dus de LR0547, dat is een blaadjeset. En daar heb ik 2 blaadjes van gebruikt. Deze. Ik zal heel even mijn lijmpistool aanzetten. Dat had ik eigenlijk even eerder moeten doen, maar het hindert niet, want ik zal gelijk even uitleggen. Ik heb een dubbel strikje gemaakt van hemcord. En dan heb je ongeveer een, het zal een mat zijn. Ik heb de mat van de mat genomen. Dat is 20 en ja, 55 centimeter ongeveer. Dubbel gevouwen en een strikje van gemaakt. En dat gaat dus straks op de voorkant met de blaadjes en het bloemetje. En het bloemetje is gemaakt met de bloemen van Nelly. Die liggen hier op de prikmat. En die heb ik dus handmatig opgebold. Ik zal even het bloem losmaken. Dat is een spacertje en een splitpennetje. Ik vind het zelf altijd heel erg leuk om dat te gebruiken in de bloemetjes. En ik heb dus de bloemetjes met mijn vouwbeentje. Zo. Je zet je nagel van je duim zet je hier aan de basis van het blaadje. En je buigt ze een beetje rond. Je prikt er een gaatje in. En dat doe je dus ook met het tweede en het derde bloemetje. Is het te zien wat ik doe? Ik zet mijn nagel dus hier, zeg maar, waar het rondje zit van het hartje van de bloem. En ik buig hem dus, het plaatje zo om. Dat doe ik ook bij deze. En dan krijg je vanzelf dat het bloemetje een beetje opstaat. Nou, dan hebben we dus in het midden gaatje geprikt. Dan nemen we de spacer, de splitpen. Die gaat door het spacer, dat is een soort tussenkraal, maar ze heten dus spacers. En die gaat dan door de gaatjes in de bloem. Nou, je gaat meteen de blaadjes een beetje verspringend er tegenaan doen. Zo. Nou, dan moeten de pootjes open van de splitpen. Deze zijn een beetje stug. Dus voordat ik ze helemaal aanknijp, kijk ik even of mijn bloemetje een beetje goed zit. Dan leg ik hem op mijn snijmat en druk hem plat. Goed. Nou, ondertussen zal mijn lijmpistool warm zijn. Dan doen we, ik denk dat ik de blaadjes zo doe,
die open eronder en de dichte erboven. Met een kloddertje lijm. Zo. Daar doen we dan ook nog de strik in. Nou, nee, die doe ik er niet in. Die doe ik apart. Voor de strik, die doe ik wat hoger. Zo. Nou, en dan gaat dus het bloemetje op. Zo. Nou, dat is hem. Lijmpistool even uit. Zo. Dit is het geworden. Nou, kun je dus ook nog in het envelopje aan de binnenkant ook nog een tekstje stempelen als je dat wilt. Heb ik nog niet gedaan. Maar dat zou kunnen, dat je hier ook nog iets stempelt. Maar ja, dit papier is eigenlijk al zo bewerkt. Dat je kunt hier namelijk ook ja, nog misschien de label hier doen. En dit gebruiken als een soort zakje waar je nou, bijvoorbeeld geld in doet. Als je een cadeautje, als je het als een verjaardagscadeautje wilt doen. Nou, ik zal hem weer even dichtmaken. Zo. En dan draai ik even de andere kant op. Kijken of dat strikje dan mooier wordt. Nou, dat maakt ook niet veel uit. Het blijft op zijn kop. Maar ja, dat is niet zo heel erg. Je kunt natuurlijk ook een iets groter stukje nemen. Dit was 25 centimeter. Ik denk dat is genoeg. Nou goed, in ieder geval. Dit is hem geworden. En hij kan staan, gewoon. Je zou eventueel hier ook nog wel een versiering kunnen aanbrengen als je dat leuk vindt. Maar ik denk dat het ja, zo heel eenvoudig een hele leuke kaart is geworden. Ja. Ik hoop dat jullie er wat aan hebben. Ik zal de maten maar onder het filmpje bij de beschrijving, zal ik maar zeggen. Ik denk dat ik daar de maten nog heel even op schrijf. Dan kunnen jullie dat dan nog even nakijken. En anders dan kijk je het filmpje nog even terug en dan zet je hem op pauze. En dan komt het vanzelf goed. Nou, ik zou zeggen een hele fijne dag nog verder. En tot de volgende kaart.